Ik ben Roel van Young Impact en vanuit Young Impact zetten wij ons dagelijks in zodat jongeren impact kunnen maken op zichzelf, maar ook op een ander. In alle programma's die we natuurlijk doen zoeken we altijd nieuwe interessante partners die het beetje aansluiten ook bij onze eigen belevingswereld. Nou, Young Capital is zo'n partner die zich ook inzet voor persoonlijke ontwikkeling. En tijdens de maatschappelijke diensttijd hebben we daarom de Talent Trip ontworpen om op die manier ook bedrijven te betrekken. In 12 weken lang hebben we jongeren meegenomen door een reis van 6 workshops. Die bestaan uit onder andere time management, communicatievaardigheden, fixed and growth mindset. En daarnaast kregen ze ook nog 1-op-1 begeleiding van een vrijwillige coach. Ik vond het super tof om coach te zijn. Een beetje naast recruiter om gewoon mensen te begeleiden en te helpen met hun ontwikkeling. Dat vond ik wel leuk. De afgelopen 3 maanden veel contact gehad met mijn coaches. Evalueren over hoe de trainingen waren gegaan, hoe de talent trips tussendoor waren gegaan. Het helpen, het voorbereiden met de volgende sessie. Dus dat is wel heel leuk, ja. Ja. Ik ben Pascal en ik ben een van de trainers van Young Impact. En tijdens de Talent Trip heb ik met de deelnemers mogen werken aan hun vaardigheden, kwaliteiten, die dan weer ten goede konden komen voor de challenge die ze zelf mochten bedenken. De training die wij hebben gegeven stonden echt in het teken van ontdek je talenten, ontdek je kwaliteiten. Wat vind je leuk, wat vind je belangrijk en waar ben je goed in? En hoe kan je die elementen gebruiken om uiteindelijk iets voor een ander te kunnen doen? Ik ga met een groep van kinderen van 10 tot 13, 14. Ga ik mee aan de slag om hun wat meer mentaal inzicht te krijgen in hunzelf. De reden dat ik meedoe aan de Talent Trip is omdat ik naast mijn studie nog een andere uitdaging zocht. En omdat ik mezelf nog verder wilde ontwikkelen. Ik heb ook heel veel andere leuke mensen leren kennen. Die ook meegedaan hebben aan de Talent Trip. En ook de coaches die daarin betrokken zijn. De conclusie, ik heb een nieuwe baan gevonden. En het allerbelangrijkste is, ik ga dingen leren. Dus ik heb heel veel zin in. En ik ben de Young Talent Trip enorm dankbaar. Ik ben best wel te weten gekomen dat ik best wel een doorzettingsvermogen heb. Dat ik heel veel kan. Maar dat ik heel erg bewust de keuze moet maken in wat ik nou wil en wat ik nou niet wil. Waarom ik had gekozen om mee te doen met de Talent Trip was om mezelf meer uit te dagen. Om ervoor te zorgen dat ik meer uit mijn comfortzone zou gaan. Wat ik meeneem is toch meer out of the box te denken. Om te denken dat ik meer kan eigenlijk dan dat ik denk dat ik kan. De Talent Trip is natuurlijk inmiddels afgelopen en daar kijken we eigenlijk super goed op terug. Alle jongeren hebben voor hun deelname aan de Talent Trip een certificaat gekregen. Goed voor op hun cv. En na elke workshop hebben we de deelnemers om feedback gevraagd. En in totaal hebben ze de Talent Trip met een 8+ beoordeeld. Dus daar zijn we echt super trots op. Ja. En dat ze zelfs buiten de sessies elkaar nog hebben opgebeld om een borrel te nemen en met elkaar bij te kletsen. Ja, daar word ik super blij van, want dan is het echt geslaagd. En niet alleen in het klaslokaal, maar eigenlijk ook buiten.